We zijn nu in Ur. Ur is misschien wel de beroemdste stad na Babylon in Mesopotamië. U zag net een gereconstrueerde ziggurat. En terwijl de kabel nu misschien voor u langs loopt, ziet u achter mij een grote dikke kuil. Allebei zijn eigenlijk een beetje nep. De ziggurat waar we net naar keken, die is een beetje nep. Hij is grotendeels herbouwd. Het is niet zo heel oud. Hij is gesticht in het derde millennium voor Christus, maar herbouwd in het eerste millennium voor Christus. En nu nog een keer herbouwd. De kuil achter me is misschien wel het beroemdste ding hier. Dit is Woolley's Pit. Woolley wilde een diepe stratigrafie hebben. Dat wil zeggen, je gaat een hele diepe kuil graven om alle strata in beeld te krijgen. Dan heb je meteen in de gaten welk aardewerk bij welk bewoningslaag hoort. En toen hij dat gedaan had en succesvol gedaan had, toen dacht hij, ik ga er nog even een stapje overheen. En toen heeft hij beweerd van, op de onderste laag vond ik de kleiafzettingen van de Gezondvloed. Nou, dat is natuurlijk hetzelfde soort prietpraat wat Heinrich Schliemann had om fondsen los te maken, doordat hij zei van, ik heb de plek gevonden waar Hector gedood is door Achilles en hij had de schat van Priamos gevonden. Dit is in feite de gebruikelijke archeologische prietpraat om fondsen los te krijgen. Hier in Ur zullen ze ook het huis van Abraham aanwijzen. Het is niet eens zeker of Abraham uit deze stad Ur kwam of een andere stad Ur, maar toch vonden archeologen hier zijn huis. Dat hoort gewoon bij het vak archeologie. Wil dit zeggen dat alles hier nep is? Nee, dat wil het niet zeggen. Het is buitengewoon interessant. Hoe je het went of keert, Woolley's Pit is, als je even losgaat van de prietpraat, een heel belangrijk archeologisch monument. Hier werd een groot belangrijk deel van de stratigrafie van de vroege bronstijd vastgesteld. Dus toch maar een plek om naartoe te komen op een mooie dag als deze. De zon is aan het ondergaan en wij vermaken ons hier opperbest.